daar is Pergat weer, die zometeen begint aan de laatste ronde. De bel gaat weer klinken voor de laatste 400 meter. Hij heeft op zijn beurt moeten kijken naar dat gezicht van hem. Een grimas van pijn bij Paul Pergat. 25-28. Hij moet de laatste ronde afleggen in minder dan 63 seconden. Dat moet toch kunnen. Hij heeft het moeilijk op 300 meter van het einde nu. Laatste kilometer door Haile Gebrselassie in 2:37.67. 26:31.32. Kan hij nog verstellen in die laatste 150 meter nu? Daar zal het vanaf van. Hij gaat net onder of net boven het wereldrecord komen. Laatste rechte lijn. Het wordt moeilijk. Ik vrees dat hij er net boven gaat komen. Hoewel, hij sperst er nog een sprintje uit. En hij wordt wereldrecordhouder. Jawel, Paul Pergat. 26:27.85. Tweede wereldrecord vanavond door Paul Pergat. De Kenianen hebben weer greep gekregen op de lange afstand. Dankzij Daniel Comen en Paul Pergat. Haile Gebrselassie in één klap twee wereldrecords kwijt binnen een paar uur.